ben hier bij Jacqueline Gooike van boomkwekerij Gooike. Al jarenlang een begrip in Diepeveen. En Jacqueline, zoals je weet, zijn wij een aantal mensen in Diepeveen, bekende, minder bekende Diepeveeners, aan het interviewen over wat zij vinden van de corona. Ja. Wat vind je van de corona zoals het nu is? Heftig. Zeker in vergelijking met 3 weken geleden is het gewoon echt wel anders. Je ziet dat het nu aan het doordringen is tot mensen. Dat het gewoon echt wel. Dat je echt rekening moet houden met elkaar. Vooral op elkaar moet blijven letten. Afstand houden, heel belangrijk. Qua gevoel voor het bedrijf vinden we het nog meevallen. Omdat voor ons natuurlijk in dat opzicht niet zoveel verandert. Omdat we gewoon altijd lekker thuis aan het werk zijn. En dat nu ook nog steeds zo is. Dus dat is best gek. Dus dat je eigenlijk aan de ene kant is het best wel dreigend. Omdat we heel veel mensen over de vloer krijgen en er rekening mee moeten houden. En aan de andere kant is het eigenlijk heel vertrouwd, omdat het nog best wel hetzelfde is. Ja, want jullie mogen nog wel steeds open zijn. Wij mogen nog steeds open zijn. We hebben ook allemaal bordjes gemaakt dat mensen kunnen zien wat de regels zijn. Dat we elkaar proberen te helpen zo min mogelijk besmettingen te krijgen. We hebben onszelf een beetje beschermd door ons pinhuisje even af te sluiten. Dat we buiten pinnen, dat we gewoon iedereen de ruimte geven. En ik moet zeggen dat het erg goed gaat. En dat het ook echt gewoon wel fijn is voor mensen dat ze nog steeds terecht kunnen. Omdat ze blij zijn als ze een plantje mogen kopen. Ja. Dat ze natuurlijk gewoon heel veel thuis zijn nu. En dat ze het daar ook gezellig kunnen maken. Ja, en nu met het mooie weer is dat natuurlijk helemaal, ja. Fijn. Ja, ja, en jullie hebben ook extra maatregelen genomen, denk ik wel, met winkelwagentjes of ja, zo? Ja, winkelwagentjes worden eigenlijk allemaal schoongemaakt. De eerste week dat de supermarkten het nog niet deden, hadden wij gelijk zoiets van, we gaan er maar gelijk mee beginnen. En toen moest je wel goed opletten van dat, schone en gebruikte winkelwagentjes. Het liep nog een beetje door elkaar, dus we hebben eigenlijk sinds deze week alles goed gescheiden. We zorgen eigenlijk dat alles gewoon schoon gemaakt wordt. Ook als er gepind wordt bijvoorbeeld. Dan maken we de pins gewoon als iemand zijn pincode moet intoetsen. En winkelmandjes. Het is eigenlijk alles wat we schoon kunnen maken voor klanten doen we. Oh, hartstikke mooi. En als afsluiting eigenlijk. Heb je nog een boodschap voor de Diepeveeners? Iets wat je ze mee wilt geven? Nou, vooral blijf gezond natuurlijk. Let op elkaar. Hou ook rekening met andere mensen die misschien wat meer hulp nodig hebben. Dat je daar misschien eens een keer iets voor doet. Maar ook denk eens na van hoe zou het hierna kunnen zijn. Ik bedoel, nu wij kunnen in die zin, omdat we open mogen zijn, nog gewoon doorgaan. Zijn we ook heel blij mee. En ik denk dat we deze crisis dan ook best wel door kunnen komen op een goede manier. Maar misschien andere ondernemers op dit moment niet. Dus denk daar vooral ook later aan, als het allemaal voorbij is. Maar ook echt dat gewoon houd afstand, zorg dat je je aan de regels houdt, zodat we in ieder geval zo snel mogelijk met z'n allen deze crisis door zijn en dat we zoveel mogelijk mensen gezond houden. Dankjewel, Jacqueline. Ja, graag gedaan.